Op dinsdag 23 februari maakte het kabinet enkele versoepelingen bekend. Maar de detailhandel kreeg niet de versoepeling waar men op hoopte. Arjan Griffioen, ondernemer in Scherpenzeel, startte al voor de bekendmaking van de nieuwe maatregelen met de actie Winkel te huur. Ik ben een winkeliersactie begonnen om toch een stukje protest te laten horen over de maatregelen die nu ingezet zijn. We hadden een volledige sluiting. Je begrijpt dat voor een winkel niet fijn is als je niet mag verkopen, want daar leven we van. En zeker in deze tijd waarin we toch collecties kwijt moesten raken, die hebben we helaas niet kunnen verkopen. Dus ja, op een gegeven moment is dat toch de noodkreet van ga alsjeblieft open, want dat is... Het is niet nodig zoals het nu gaat. Nu zijn er natuurlijk nieuwe maatregelen. Op afspraak mogen er dan mensen in de winkel. Zet dat een beetje zoden aan de dijk? Nou, het is weer een hele mooie stap in de goede richting, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat nog niet de volledige oude situatie is waar we in horen te zitten. Want een winkel die leeft toch van... shoppers, zeg maar, die even binnenkomen wandelen, kijken wat er leuk is en dan kun je gaan verkopen. En op afspraak, ja, het zijn er maar 2 per 10 minuten, zeggen ze dan. Maar ja, 10 minuten, dat is niet de tijd waarin je keuzes maakt voor een nieuwe collectie. Dus in de praktijk zal het zo zijn dat er misschien maar 2 per uur hier in de winkel kunnen lopen. We zijn natuurlijk met de verkiezingscampagne bezig. En als SGP zeggen we van, we maken ons altijd hard voor ondernemers. Nou, de wethouders hier die zeiden van Chris, dan moet je ook mee om hier ook de ondernemers te spreken. En zojuist waren we hier bij nummer 256, ondernemer in de modebranche. Ja, dan zie je gewoon hoe schrijnend het is dat die winkels dicht moeten. Dat je starter bent en dat je gewoon helemaal niks kunt. Ontzettend schrijnend. En ik zie graag die praktijkvoorbeelden, zodat we ook in de Kamer kunnen laten horen van, weet je, op een veilige manier moet je ondernemers gewoon de ruimte geven. Nou, dat wil ik hier graag vandaag ook zien. Wat voor actie ben je gestart? Een postercampagne, dat willen we met alle winkeliers hier doen. De een doet wel mee, de ander niet. Maar goed, het is vooral een protestactie die op de deur. Waarin je laat zien van dat als dit zo doorgaat, dat deze winkel dan te huur komt te staan. Dat laat toch een beetje zien van hoe ziet het straatbeeld er straks uit als dit te lang doorgaat. En we zien straks overal die posters hangen van te huur. Ja, dat is niet het beeld wat we willen in de winkelstraat. Maar het is wel een 2-voor-12 actie. En zo staat het ook op de poster. Het is 2-voor-12, we moeten open. Want anders wordt toch dit het beeld van de nieuwe winkelstraat. Wat kunt u als Tweede Kamerlid voor deze ondernemers betekenen? Nou, heel concreet. Vandaag hebben we het debat weer in de Kamer over corona. Mijn collega Kees van der Staaij doet het debat. En ik heb samen met mijn medewerker ook een motie voorbereid die we vandaag indienen. Om gewoon per 15, 20 vierkante meter vloeroppervlak een klant binnen te laten. Dat betekent zo'n winkel als aan de overkant dat je 8 klanten zou kunnen hebben. Dat is heel wat anders dan dat je er nu 1 of 2 mag hebben en die binnen 10 minuten weer weg moet hebben. Nou, zo concreet proberen wij van, kom op politiek, laat zien dat je ondernemers echt steunt. Ja, klanten, de ene reageert positief, de ander die vraagt van, hey, gaan jullie echt sluiten? Nou, het is natuurlijk een ludieke actie met een knipoog. Maar goed, over het algemeen wordt er goed op gereageerd. Ik merk wel dat sommige ondernemers het nog een beetje eng vinden om te protesteren in deze regio. Maar goed, aan de andere kant is het wel de manier om een geluid te laten horen als winkeliers. En over het algemeen wordt er heel positief op gereageerd dat er iemand van zijn plek komt. Er zijn ook ondernemers die wel gewoon open mogen omdat ze een essentiële winkel zijn en die doen ook mee. Ja, die doen ook mee en dat voelt wel als een steuntje in de rug. Dat is wel heel fijn om te horen. En ook collega winkeliers die af en toe even bij de winkel naar binnen komen en vragen aan mevrouw die de dagelijkse gang van zaken op zich neemt. Van hey, hoe gaat het nou eigenlijk? Gaat het wel goed met je? En kun je het allemaal nog trekken? En dat is wel heel fijn dat je die rugdekking voelt in deze omgeving. Zeker. Nu is deze ondernemer natuurlijk een actie begonnen. Een posteractie met winkel te huur. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het heel verstandig. Want je merkt dat ondernemers zich toch niet al te veel laten horen. Ik begrijp het wel. Want als ondernemer hou je graag je eigen broek op. En hang je het niet buiten van het lukt me niet helemaal. Maar nu word je zo'n knellend harnas als overheid opgelegd. Ik zeg ondernemers, laat je horen en laat zien dat het niet gaat. Want we willen straks geen lege winkelstraten. Wanneer is de actie geslaagd? De actie is geslaagd als we weer open mogen. dat is uiteindelijk toch waar we het om doen. Ja, zeker.
U wil graag samen met de ondernemers werken aan veilige winkelstraten met heel veel publiek. Ja, en ondernemers die gewoon weer kunnen ondernemen.